Hey, wat zien jullie hier? Ja, we zitten niet in het water vallen. Wat een Amsterdamse kunst. Realistisch en abstract. Waar zijn we hier? We zijn bij Obia Charlos. Oud Charlos of nieuw Charlos? Oud Charlos. En hoe heet jij? Santal. Ik ben 10 jaar en mijn naam is Allah. Ik heet Meira en ik ben 12 jaar. Ik ben 11 jaar. Ik woon hier in Oud Charlos. Weet jullie misschien waar dit kunstwerk is? Ja, het is hier in Charlos. Het is een kameel verscheuren. En wat? De kameel verscheuren. Oké. De kameel verscheuren. Oh ja, inderdaad. Nee joh, zo heet die jongen. Kameel verschuren. Kom maar mee, dan rijden we daar. Oké, ga maar vooruit. Rotterdam heeft ontzettend veel kunst in de openbare ruimte. Vandaag gaan we kunst kijken door de ogen van de kinderen uit Charlos. Wat zie jij? Ik zie hier zo oude bomen. En een soort van muur. En een hek. Ik zie een zee. Dat een soort van muur is. En ik zie allemaal pilaren of bomen. Ik zie allemaal trappetjes. En zie jij kunst? Ja, ik zie wel kunst. Het zijn gewoon gemaakt in de vorm van een boom, maar het is gewoon een stam. Bij de functionele afsluiting van het daarachter gelegen binnenterrein, kunstenaar Camille Verschuren deed een voorstel van de trappartij. Dit leidde tot een bijzonder hekwerk met een betonnen sluitsteen. Wat ik begrepen heb is dat hij een hek heeft gemaakt. En hij zegt, als je een hek maakt, dan sluit je anderen buiten, maar je sluit jezelf ook op. Snap je dat? Nee, ik snap het niet. Nou kijk, als ik de deur dicht doe van mijn huis, dan kan jij niet bij mij binnenkomen, maar dan kan ik er ook niet meer uit. Ja, ik snap het wel. Nou, het kunstwerk is eigenlijk de hele ruimte tussen de straat en de binnentuin. Maar ik denk dat het meest bijzondere moment zit hem eigenlijk in het hekwerk. En het hekwerk gaat zeg maar dicht als je het open doet. En als je het open doet, sluit het. Ja. Wist je dat dit een kunstwerk was? Nee. Het is totaal nieuw voor jou. Ja. Het gaat me niet over de kunst in de openbare ruimte. Het gaat me over de openbare ruimte die kunst wordt. Het is heel mooi en er zijn verschillende landen. Ja. Bijvoorbeeld Marokko of Turkije, Italië, Spanje. Somalië, Djibouti. Hoe ziet Somalië eruit? Blauw met witte ster. Mijn land. En mijn land is Marokko. De vlag was helemaal rood met een groene ster. En de jouwe? Cape Verde is een eiland, maar het is heel zeldzaam. Ik heb Cape Verde daar. Nee. Wat is Cape Verde? Blauw met een rode streep. Even lezen. Het heet Tetriswol. Hoe wist je dat? Oh, het staat daar. Bij het ontwerp van zijn Tetriswol heeft Giuseppe Licari zich laten inspireren door de vele nationaliteiten van de bewoners van Charlos. Maar zijn daarnaast verbonden met zijn verschillende nationale achtergronden en culturen. En wat is Tetris eigenlijk? Dat is zo'n spel dat je allemaal blokjes bij elkaar moet hebben totdat het een hele toren wordt. Oké, lijkt het daarop? Ja, een beetje wel. Vandaar de naam. Ja. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat je gewoon op je gebouw dat kunstwerk hebt. Oké, volgende kunstwerk. Daar ben je als je... Ja, bij Karel Stoutenpark. Gewoon hier zo, dan gelijk naar links. Ja, en zeg nou even ook. Hoe heet het kunstwerk? Dick Postma, zonder titel. Wie zou het gemaakt hebben? Dick Postma. Ik weet eigenlijk niet wat het is, maar het lijkt wel... Ja, die vorm is best wel een beetje een paard. En je ziet wel vaak kinderen hier zo spelen en zo. Volgens mij is het ook een gevaarlijk kunstwerk. Ja, want je kan hier afvallen. Weet je wel, graag. Moeten we er misschien wat zeker in gooien? Wat zie jij?
Ik zie die naakte mevrouw, die ligt daar. Daar gaan we misschien heen. Wat is de leukste wijk van Rotterdam? Charlois. Is het niet Frans? Charlois? Wij in Nederland zeggen Charlois. Wat is dit? Jan de Graaf, liggend naakt. Is het zoals een echte mevrouw eruit ziet of is ze iets anders? Ja, een soort van. Het is veel kleiner. En lijkt het op een mevrouw? Ja, het lijkt wel op een mevrouw. Dat kan je direct zien? Ja, dat kan ik direct zien. En waarom? Omdat ze voeten heeft, een hoofd, armen, borsten. Heb je van jullie thuis geleerd? Doe normaal. Toch? Wat vinden jullie van die vingers? Zijn die echt? Nee, lijkt meer vierkant. Lijkt meer op patat. En dat hoofd? Dat ziet er een beetje echt plat uit, de bovenkant. Is dat normaal? Nee. Lijkt meer op vis. Maar voor een kunst wel. Wat is dit? Een standbeeld. Van wie? Van de ballerina. Hoe weet je dat ze een ballerina is? Want ze heeft ook ballerina kleren aan. Ja. Vind ik. Ga eraf, je moet je zogenaamd, je bent het liefste van de klas. Ik vind die handen wel mooi, kunnen jullie dat ook? Ja. Wacht. Zo. Ik zie een paard. Achter de paard zie ik een man. Of een klein kind. Ik zie een man die op het paard zat, maar die paard is naar voren gesprongen. Dus die man is naar achter gevallen. Ja, het lijkt wel op een paard die gevallen is. Het lijkt helemaal niet op een paard. Het is een idee van een paard. Ja. Het is een koe. Onsterfelijk door het offer van hun leven 1945. Heb je gelezen? Wat betekent dat? Dat de paard onsterfelijk is. En wat was er in 1940-45, weet je dat? De Tweede Wereldoorlog. Die man wilde zeker vertellen over de vrijheid. Toen in 1940 en 1945 de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. En er staat er ook op 3 mei 1958 was deze gemaakt. Grande Miracolo. Het is Italiaans. Il Grande Miracolo. En welke vlag denk jij dat het nou was? Surinaams. Het is de vlag van Rotterdam. When tomorrow comes, I'll be on my own. So feeling fried up with things that I don't know. When tomorrow comes. I know this world is long. I've looked up to the sky. And in the dark I found a soul. I won't fly. And I sing alone. City Walk, Barry Holstig. En het gaat over het gebied tussen Zuidplein en Strevelweg. En waarom is het dan een man en een vrouw? Omdat daar werk is en zo, en daar kan je werken. En daar werken mannen en daar gaan vrouwen vaak winkelen. Vind jij dit een mooi beeld? Ja, ik vind het wel leuk. Heel leuk. Ja, ik vind het mooi. Wat is kunst nou eigenlijk? Kunst maak je met gevoel. Kunst is iets wat... Iets wat vertelt over een verhaal en gewoon iets wat erachter zit. Oké, jongens, bedankt. Ik heb Charlo's gezien. Ja. Tot ziens. Tot ziens.